Nou, ik woon sinds enige tijd in het dorp. En mijn man komt sowieso uit Zoeterwoude. En ik vind het erg leuk om ook iets maatschappelijks terug te doen. Ik zit in het bedrijfsleven, heb daar heel veel ervaring op gedaan. En ik dacht, hoe leuk is het als ik ook alles hoor op het schoolplein. Ik ga naar de bingo met een aantal dames. Ik loop hard met een aantal dames uit het dorp. Dus ik vind het enorm leuk om dan wat te kunnen toevoegen. Wat doet de commissielid eigenlijk? Die denkt uiteindelijk achter de schermen mee. Dus het is niet zo dat ik nog heel veel inspraak heb, behalve bij de VVD zelf. En ik hoop dan met goede ideeën dat de VVD mensen die in de fractie zitten wel kunnen inbrengen. En heb je al plannen, dingen die je wil gaan veranderen in Zoeterwoude? Nou, veranderen is misschien een groot woord, maar ik denk wel dat er wat meer aandacht voor bepaalde zaken kan zijn. Zoals de veiligheid in het dorp vind ik erg belangrijk met alle kinderen. De school komt telkens terug, nu in Rijndijk natuurlijk ook de eendenkooi. Dat zijn volgens mij hele belangrijke onderwerpen. Duurzaamheid vind ik enorm belangrijk, ook vanuit mijn achtergrond. Dus daar zou ik me zeker hard voor maken.